En de NV Unify-P en platform Suriname UPPS heeft gisteren op de Saona-markt haar nieuw digitaal betaalsysteem geïntroduceerd. Dit vennootschap is een samenwerking tussen de Southern Commercial Bank, SCB, de Surinaamse Postbaarbank en Telesuur John Lichau. Onderdirecteur van de SCB zegt dat dit betaalsysteem bedoeld is voor mensen zonder bankrekening. Hiermee wil de SCB volgens Lichau digitaal betalen voor een ieder in Suriname toegankelijk maken. De SCBOD zegt dat in de komende jaren er ook gewerkt zal worden aan de toegankelijkheid van dit digitaal betaalsysteem voor het binnenland. Wat wij doen is we betalen met je mobiele telefoon. Om te kunnen betalen heb je een mobiele applicatie nodig. En onze mobiele applicatie is beschikbaar op Apple Store als je een iPhone hebt en Google Play als je een Android telefoon hebt. Je moet gaan naar App Store of Google Play. Je moet invoeren de naam Unify-Pay, Unify-Pay, 5 met een cijfer 5. Dan ga je onze app zien, downloaden en dan de registratie doen via de app. En dan in geval van als je een betaler bent, dan is het zo dat je de registratie via ons doet. En na de registratie kan je al gebruik maken van de app. Als je een winkel bent, wat wij noemen een merchant bent, moet je een andere app downloaden. Dat heet Unify-Pay Merchant. Is ook beschikbaar op Google Play en App Store. En als je dat hebt gedownload, doe je registratie. Wij krijgen de gegevens binnen in ons computersysteem. En dan doen wij de screening. En dan nemen we contact op met de merchant. En dan is als alles goed gaat, is de app dan ook actief. En dan kan je al beginnen met het accepteren van betalingen via de app. Het Unify-Pay betaalsysteem is volgens Lichau goed beschermd tegen cybercrime. Hij haalt aan dat het systeem aan alle internationale beveiligingsstandaarden voldoet. Daarnaast dienen gebruikers op de app in te loggen met een Face ID, fingerprint of betaalwachtwoord. Lichau zegt verder dat de focus in dit project is op face-to-face digitale betalingen, maar de organisatie bekijkt ook mogelijkheden voor online betalingen. Dit systeem wat we hebben geïntroduceerd nu is gebaseerd op techniek, technologie en standaarden van UnionPay International. UnionPay International is de grootste bankkaartcompany in de wereld. In Suriname vergelijken we het met Mastercard en Visa. Maar zij zijn een stukje een maat groter dan Mastercard en Visa. Zij hebben de techniek en de standaarden ontwikkeld. Zij hebben dus ook rekening gehouden met alle beveiligingsissues die kunnen optreden. En we hebben ook maatregelen genomen, of zij hebben ook maatregelen genomen om cybercrime tegen te gaan. Binnenkort beschikbaar gaat worden gesteld is dat je ook online kan betalen. Dat betekent dat je naar een website gaat, je aangeeft wat je wil kopen van de website. En als je moet betalen en je selecteert ons systeem, Unify-Pay, dan komt er een quick response code, een QR-code, op de website. En die kan je dan scannen met je telefoon. Dus wat wij dus doen, nu is het alleen maar voor fysieke merchants. Dadelijk ook voor de online merchants, merchants die op de website hun goederen verkopen. De onderdirecteur van SCB zegt verder dat er ook gewerkt wordt aan een online betaalsysteem voor de nutsbedrijven. Daarnaast wil UPPS haar digitale betaalsysteem ook beschikbaar stellen voor taxibedrijven en food delivery services. Om te kunnen betalen met het systeem moeten gebruikers zich wenden tot een van de Telesuur-kantoren voor het aanschaffen van top UPS voor hun Unify-Pay app.